Hey, dus ik begrijp dat we de eerste 2 minuten hebben gemist. Dus ik ga jullie opnieuw welkom heten allemaal bij deze PVB, bij dit PVB evenement. En dit keer fysiek nog aan tafel zonder bezoekers. En ik kijk eruit, ook nu de coronamaatregelen zijn, lijken weg te gaan, dat we elkaar kunnen treffen. In een grote zaal waar we elkaar weer recht in de ogen kunnen aankijken. En om daar invulling aan te geven. 8 maart hebben we de Capture the Flag, hebben we het Capture the Flag evenement. En dat evenement hebben we 2 keer moeten uitstellen vanwege corona. Want dat is echt een evenement wat je fysiek wil doen. Hè. Dat is gewoon een beetje ethical hacken achter een computer. En zorgen dat je die computer kan, de hack kan kraken, zeg maar. Of de hack kan vinden. Dus ja, daar kijken we heel erg naar uit om dat op 8 maart daadwerkelijk te gaan doen. Mocht je nog tijd hebben en er is nog ruimte, dus schrijf je daar vooral voor in. Ik denk dat ik nu de eerste 2 minuten heb ingehaald. Dus we gaan lekker door met het programma. Ik heb 3 leuke gasten aan tafel. En we gaan zo meteen beginnen met André Smulders. André Smulders zal jullie mee gaan nemen in de wereld van supply chain cyber risks. En dan vooral kijken naar ketens, netwerken en de verschillende perspectieven die eraan vasthangen. Dus ja, het wordt vooral een wat inleidend verhaal, begrijp ik, André. Nou, super. Vervolgens geef ik het woord. We gaan eerst nog even daarover doorpraten aan tafel. Want we zitten hier voor niks aan een ronde tafel. Die vierkant is, maar goed. We hebben het een ronde tafel evenement genoemd. En daarna geef ik het woord aan Kenny van Aholde Herzen om iets te vertellen over het programma wat jullie hebben gedraaid bij Aholde Herzen. Samen met jullie ketenpartners. En ik denk dat er heel veel leuke en waardevolle lessen in zitten. En dat doe je samen met Harry. En jullie kijken zelf hoe jullie die presentatie dan doorgeven. Ook daar zullen we dan weer kort over doorpraten aan tafel. En ik zal dan uiteindelijk afsluiten. Ik vond het ook leuk om een moment te pakken waarbij we een nieuw consortium willen lanceren. En ik denk dat dit het perfecte moment is om dat te kunnen doen. Zal ik nu nog niks over vertellen, maar dat doen we dan aan het einde van deze avond. Bijna zijn jullie van me af, want dan geef ik het woord aan André. Nog 1 ding. En ik vind het heel leuk als jullie ook meedoen. Dus dat betekent, je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen. Doe dat dan ook. Ik krijg ze hier op mijn iPadje binnen. En dan probeer ik die vragen in te weven in de discussie. Als het er een passend moment voor is. Ik denk dat ik alles gehad heb bij André. Volgens mij ook. Ja? Ja. Nou, dan geef ik jou het woord. Dankjewel. Dankjewel, Kelvin. Dank voor de introductie ook. Ja, wat ik jullie vandaag in mee ga nemen is echt wel een high-level introductie op 2 onderwerpen. 1 is van ketens naar netwerk en andere perspectieven. Dat is een hele korte introductie. Vooral om jullie even een beetje te prikkelen met wat statements. En die ook in de discussie straks aan tafel hopelijk ook wel grotendeels weer terugkomen. En dat we dan ook misschien wat in kunnen zoomen op wat voorbeelden. Ik ben zelf bij TNO betrokken bij verschillende soorten supply chain onderzoeken. Niet allemaal, want ook allerlei collega's doen verschillende onderzoeken. En er zitten toch wel een aantal dingen in die we denk als trend wel steeds meer zien. En eigenlijk wat ik hier ook opgezet heb is leveringsnetwerken. Ik heb daar afgelopen jaar op Security Congress ook een verhaal over verteld. Is eigenlijk wat naar de praktijk kijken. En ik denk dat SolarWinds ook zo'n voorbeeld van is. Als we het hebben over leveringsketens, dan is even de vraag, waar hebben we het dan nou precies over? En vaak is dat toch vanuit een ICT-keten of vanuit een hele duidelijke keten die volgbaar is. Je hebt een einddoelproduct van de keten, alle partijen die erin zitten en onderdelen die dragen bij aan dat doel. Wat we in de praktijk eigenlijk steeds meer zien, ook in de projecten waar ik in zit, zie je dat eigenlijk dat die ketens, we hebben steeds meer het vermoeden dat je eigenlijk beter uit kan gaan van netwerken. En netwerken hebben gewoon een ander gedrag dan ketens. En door daar op die manier naar te kijken, dus als startpunt nemen dat over netwerken hebben, zie je dat je ook anders gaat nadenken over hoe je dingen doet. Bijvoorbeeld als het idee is dat je met een keten te maken hebt, dan is een logisch startpunt om die keten in kaart te brengen.
Maar als je met een netwerk te maken hebt, dan is die vraag, ja, waar begint mijn keten nou eigenlijk en waar houdt die nou eigenlijk op? En ben ik nou eigenlijk de goede keten in dat netwerk aan het volgen? Dus dat soort vragen, die gaan echt wel veranderen. Nou, hebben we daar nou een heel scherp beeld bij? Nou, deels wel, deels niet. Hè. We hebben wat ideeën over hoe je dat zou kunnen doen en wat de effecten zijn. En wat ook wel, denk ik, illustratief is, en dat zijn eigenlijk theorieën die uit de jaren 70 van complexe systemen komt, is dat als je met hele complexe systemen, hè, waar dit eigenlijk steeds meer over gaat, die netwerken, waar je het eigenlijk niet meer kan overzien, dat je eigenlijk gewoon voorbereid moet zijn op verrassingen. Nou, dat zien we eigenlijk in bijna alle supply chain incidenten die we gehad hebben. Ja, we hebben allerlei analyses gedaan en toch zien we dingen over het hoofd. En dat is niet omdat we ons werk niet goed doen, maar omdat het gewoon een eigenschap is van die complexe netwerken. En dat mogen we ons best ook wel beseffen. En het wil niet zeggen dat we ons achterover moeten gaan leunen, maar dat dingen misgaan is gewoon een eigenschap van dat netwerk. Nou, er zitten wat meer eigenschappen aan, maar die komen denk ik in de discussie en de ronde tafel ook wel wat meer aan bod. Maar de boodschap is, als we nou, hè, we praten heel veel over leveringsketens. Als je doorvraagt, dan merk ik dat we denken in netwerken. Laat dan ook alsjeblieft in netwerken gaan praten. En dat er wat erbij hoort. Nou, wat dat dan precies betekent. Ik denk dat we met de voorbeelden straks daar prima nog aan toekomen. En anders gaat Kelvin nog hele scherpe vragen opstellen. Ja, ik ga mijn best doen. Het tweede, dat hangt er eigenlijk al een beetje mee samen. En ik heb hier een beetje een virtuele bril gezet. En dat komt ook dat je vanuit verschillende perspectieven in de supply chain kan kijken. Als ik kijk wat wij aan projecten doen binnen TNO. Ja, dat zijn allemaal verschillende problematieken die met die supply chain te maken hebben. Dus één bijvoorbeeld is een project, hoe kan ik vertrouwen hebben in mijn supplier? Hoe ga ik dat vaststellen? Welke metrics kan ik daarvoor gebruiken? En hoe gebruik ik die dan uiteindelijk in mijn risicobeheersing? Ander project gaat over ketenweerbaarheid. Dus hoe ga ik die weerbaarheid in die ketens nou optimaliseren? Andere projecten gaan bijvoorbeeld over, ja, maar wat is nou een risicovolle supplier in mijn supply chain? Hoe identificeer ik die nou eigenlijk? Hoe ga ik daar uiteindelijk mee om? Of hoe kan ik de invloed van een risicovolle supplier in mijn infrastructuur nou minimaliseren? Zelf ben ik ook betrokken, en dat sluit ook een beetje aan met wat hier op de slide staat, die verschillende perspectieven, is een onderzoek wat we voor het NCC ook doen. We hebben het laatst ook gepubliceerd vanuit het NCC. En hebben wij gezegd, toen zijn we begonnen met de vraag, ja, we gaan het hebben over supply chain risk management. Maar wat is dat nou eigenlijk? En door wat literatuur te kijken zie je dat het woord cybersecurity supply chain heel divers is. En een van de manieren waar we op gezegd hebben om daarmee mee om te gaan, laten we het even scopen op ICT, het supply chain netwerk, hoe je het ook noemen wilt. En laten we dan daarin nog eens een keer vier perspectieven gaan onderscheiden. En we zijn uiteindelijk op vier perspectieven gekomen. Eén is het perspectief van de software. Dus je krijgt software geleverd van je leverancier en daar moet je wat mee. Ik heb een dienst, die kan ik krijgen van een leverancier, daar moet ik iets mee. Of ik krijg informatie van die leverancier, waar ik ook iets mee moet. Maar dat zijn drie compleet verschillende invalshoeken. En om een beetje dat keten/netwerk perspectief daarin te plaatsen, hebben we gezegd, neem dan ook het organisatieperspectief mee. En wat betekent dat? Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een leverancier van mij, die krijgt een stuk software. Hè, die moet dat op een bepaalde manier zijn risico's van gaan managen. En die software gebruikt hij om aan een andere organisatie weer een dienst te leveren. En die organisatie gebruikt die dienst om informatie door te leveren. Nou, wat we zeggen is, gebruik nou als je in gesprek gaat met je leveranciers, loop dan in ieder geval even die perspectieven af. Hè, dus iedere stap dat je naar een andere organisatie gaat, check even op welk perspectief je met het beste met die partij kan gaan praten. Nou, en dit zijn eigenlijk binnen dat project de perspectieven. Als ik daar wat uit uitzoom en ik stap wat weg van het ICT-domein, en dan zie ik bijvoorbeeld in waar ik mee bezig ben met smart mobility, zie je dat ICT in dingen komt waar voorheen ook ICT in zat, maar niet verbonden. Hè? Bijvoorbeeld auto's, voertuigen. En we hebben het heel vaak over autonoom rijdende auto's. Super interessante ontwikkeling. De techniek in de auto wordt al stuks complexer. Maar wat we ook gaan doen, is die auto's met elkaar gaan communiceren, dat ze bijvoorbeeld slimmer gebruik kunnen maken van het wegennet. Minder files, minder uitstoot, veiligere verkeerssysteem. En wat je dan ziet, is dat zo'n systeem, dus voertuigen, in één keer met elkaar gaan praten. En dan moet je dus ook gaan praten met mensen die auto's maken. Maar die praten heel erg vanuit een safety perspectief. En dan ga ik in één keer een ICT perspectief aan toevoegen. Dus ook naast het ICT-perspectief zie je dat die ontwikkeling vanuit die netwerken ook steeds meer je in situaties brengt dat je gewoon met andere partijen moet dealen die de ICT-taal gewoon niet zo goed praten. Zeker de ICT-security-taal niet.
Nou, en dat wilde ik eigenlijk als begin even schetsen. Hè. Dus er zijn heel veel manieren om naar die security te kijken. Of ICT security supply chain. Maar dit zijn wat mij betreft twee dingen die in ieder geval aandacht vragen. Hè. Dus het denken in netwerken. En het beseffen dat je verschillende perspectieven hebt. Waar je misschien met partijen ook op een andere manier over moet gaan praten. Helder, dankjewel. Dank je. Ja, interessant, die perspectieven. Want dat betekent namelijk ook dat je, als je dus over die keten heen, vanuit verschillende perspectieven die partijen benadert, je eigenlijk ook continu moet verplaatsen in die wereld van die partijen. Dus dat je daadwerkelijk ook hun business eigenlijk zou moeten begrijpen om nou ja, bij wijze van spreken op hetzelfde level te komen en te komen tot je concrete vraag van hoe kunnen we het netwerk goed veilig krijgen. Ja. Het lijkt me mega lastig, want dat is, dan heb je een soort superconsultant nodig die al die verschillende organisaties kent. Ja, en er zijn verschillende manieren voor. Hè. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, dat vanuit één partij dat gewoon niet meer te doen is. Nee. En wat ik ook zie is dat de vraag is of je dat wel moet willen. Hè, dus wat we nu doen, heel veel aanpak is van ik ga de keten inzichtelijk maken. Ik ga kijken wat er allemaal in zit. En dat kan in een keten die enigszins afgebakend is, hè, waarvan je de breedte en de diepgang kan zien. Maar ja, als je in een netwerk zit, is de vraag, waar houdt dat dan op? Ja. En ook daar zien we eigenlijk een omdraaiing van aanpakken. En dat is eigenlijk een beetje een waarschuwing, of in ieder geval, let even op. Als jouw aanpak is om die hele keten transparant te maken en te begrijpen wat erin gebeurt, dan ga dan alsjeblieft even achter die oren krabben, want misschien is dat niet meer de beste aanpak. En wat dan wel de beste aanpak is, daar zijn we nog echt druk naar aan het zoeken. We hebben wat ideeën. Maar het startpunt dat je de keten in kaart kan brengen, ja, wij denken, en we zien het ook in steeds meer projecten, dat dat gewoon bijna niet meer kan. En illustratief daar bijvoorbeeld is, hè, als wij nou in het kader van, die zo'n tijd geleden, SolarWinds, en dan zie je dat er ergens in de techniek gaat wat mis. Ja. We hebben volgens mij nog steeds niet in kaart waar al die effecten zijn opgetreden. En dat die effecten, dat zag je ook in de rapportages, ja, de defensiesector is geraakt. Maar hoe groot dat dan is, welke partijen, hoe ze afhankelijk waren, weten we niet. Andere industrieën zijn geraakt, gezondheidssector is geraakt. Dus je ziet dat we wel een beeld hebben dat die effecten er zijn, ja, maar we hebben dat zicht niet. En als we dat zicht niet hebben na een incident, hoe denken we dan dat we het inzicht wel hebben voor een incident? En dus ook dat zijn, denk ik, triggers om te zeggen, nou, misschien moet ik op een andere manier gaan kijken. Maar dat is toch bijna niet te doen. Als ik verantwoordelijk ben voor een grote organisatie en ik hoor je dan dit zeggen van ja, dat moeten we vooraf allemaal inzichtelijk hebben en proberen dit inzichtelijk te krijgen. Nou, dat is precies wat ik niet zeg. Want ik zeg, probeer het nou niet inzichtelijk te krijgen. Precies. Maar kijk nou eens even hoe je dan op een andere manier voelt. Maar iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. Ja, dat is zo mijn punt ook zijn. Ik maak altijd graag de vergelijking met het verbouwen van mijn huis. En dan zoek ik een aannemer en die aannemer die komt met allemaal onderaannemers. En er komt een stukje door en er komt een schilder. Maar ik praat alleen maar met die aannemer. Hè, want dat is degene met wie ik een afspraak heb en die wie ik ook betaal. En die anderen, die betaal ik niet. En is ook niet mijn verantwoordelijkheid of die mensen opkomen dagen, 's ochtends om 8 uur of niet. Maar ook in dit geval, je bent er wel afhankelijk van. Hè, want stel dat die verbouwing 3 maanden langer duurt dan je hebt afgesproken. De bal je toch als huisbezitter. Nou, ik denk dat een vergelijkbare situatie is. Ja, inderdaad. Dus je ziet dat die partijen wel een eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe wij naar risico's kijken, dan nemen we het doel als startpunt. Hè. Dus we hebben een bepaald doel. En om dat doel te halen, ga je kijken wat zijn nou dat doel behalen allemaal in de weg. En waar ben ik afhankelijk van? Wat kan er allemaal misgaan? En in een keten is het idee dat al die partijen die daarin zitten en verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van en bijdragen voor dat doel. Ja. Maar wat we zeggen, dat is in heel veel gevallen ook nog steeds wel het geval. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid. Want als ik namelijk als partij in een netwerk zit, dan is die keten maar één van die punten, één van die doelen waar ik me op ga richten. Ja, iedereen moet goede afspraken met de ander maken. Ja. Ja. En dan krijg je dus een verschil van perceptie op risico. Hè. Bijvoorbeeld het simpelste voorbeeld dat ik kan geven. Ik kan het hebben over het risico op overlijden bij een hartoperatie. Mm-hmm. En dan kunnen we het allemaal over eens zijn dat een risico is. En dan kunnen we zelfs met partijen wel inschatten hoe hoog dat risico is. Maar als ik dat dan ga plotten op het doel of het perspectief. Kijk, het maakt nogal uit hoe ik dat risico percepieer als ik op die tafel lig versus die chirurg die mij aan het opereren is. Ja, wat doen we nou? We zetten die chirurg en die patiënt zetten we aan tafel.
we nemen aan dat we hetzelfde doel hebben en dat we dus over hetzelfde risico kunnen praten. Mm-hmm. Dus ook nogmaals, hè, ik denk dat wat we doen in heel veel gevallen goed is. Maar dit soort verschillen en nuances die steeds belangrijker worden, ook beter gaan onderscheiden. Ja. En dat maakt het spannend, maar ook wel leuk om dat eens gaan te ontdekken. Hoe werkt dat dan? Ik zie hier een leuke vraag voorbij komen. Er wordt even aangeslagen op de aannemerdiscussie. Hoe ga je om met dan bij wijze van spreken mensen die zonder fatsoenlijke beveiliging het dak op gaan? Weet je wel? Dus dat is dan. Ik snap hem wel, hè? De verantwoordelijkheid van de aannemer. En, ja, goed. Daar kom je ook als opdrachtgever wel in nood. Maar ik vind het een mooi parallel. Ja. Want hoe zou je daar. Moet je eerlijk zeggen, ik weet ook niet zo goed wat ik zou doen. Ik zou misschien een vraag stellen, maar ik denk zeker wat van zeggen, ja. Ja. Maar hoe kom je dan in problemen als opdrachtgever? Want op zich is het de verantwoordelijkheid van die aannemer dat hij onverantwoordelijk het dak opklimt. Ja, nou, is wel in ieder geval ethisch. Ethisch. Goeie vraag. Ja. Ook heel relevant met al die dakopbouw die tegenwoordig uit de grond ziet stijgen. Precies. Ja, helemaal helder. En vanuit TNO wordt er best wel veel onderzoek gedaan. Hè? Er zijn ook wel wat rapporten geschreven. En kan je daar eens iets over vertellen? Want de vraag is ook heel concreet. Is daar materiaal beschikbaar waar mensen naar kunnen kijken? Hoe zitten die perspectieven in elkaar? En kunnen we daar wat meer over doorlezen? We hebben daar een rapport. Kan ik anders later wel even delen. Ook via het kanaal. Ja. Dus er zijn rapporten over die we recent geschreven hebben voor het NCC. Is volgens mij ook publiek. Of we hebben in ieder geval ook artikelen over geschreven. Ja. Ander rapport moet ik even kijken, maar dat kan ik later nog even delen. Ja. Maar zeker dat van die perspectieven, dat is beschikbaar. Ja. En besef ook dat een eerste verkenning is. Hè, dus van we hebben daar wat analyses gedaan en dat is onze bevinding. En wat we nu aan het doen zijn met NCC, van hoe gaan we dan met die perspectieven nou naar concrete case kijken? Hè, want het is nog best wel abstract. Ja. Ik hoop dat we daar binnenkort wat meer over kunnen zeggen. We zijn nu precies aan het praten hoe we dat gaan doen. Ja, ik had het rapport gelezen. Ik was onder de indruk van. Ik was in die zin onder de indruk van. Holy crap, dit is best complex. En dan ook mooi hoe dan die perspectieven inderdaad ontstaan. Maar tegelijkertijd ging ik ook nog wel met een open gevoel uit het document. Zo van. Ja, en nu dan? Ja. Weet je? En dat is precies wat jij bedoelt. Ja. Hè? Er moet echt nog wel flink wat werk verzet worden om dat ook een soort van tot een echte handreiking te komen. Ja. Ja, en ook in het kader van het onderzoek hebben we best wel verschillende partijen gesproken. En je ziet dat eigenlijk het onderwerp speelt heel erg. Ja. Maar je moet ook voldoende drive hebben om dan een onderwerp aan te pakken. Hè, bijvoorbeeld een van de ideeën die we hadden is, gaan eens met die perspectieven. En dat netwerkidee gewoon eens naar de stappen in je risicoanalyse kijken. Maar dan moet je ook best wel wat even partijen aan tafel krijgen die daar op dat moment klaar voor zijn. En dat is ook al een stuk, hè, daar ga je toch best wel wat onzekerheid ook in. Hè, dus van, het is onderzoek. Van die inzichten die we hebben, met die partijen vertalen naar concrete aanpakken. Mm-hmm. Nou, en dat is, wij zitten daar ook, zijn daar heel erg naar op zoek. Hè, ja. We denken ook dat daar zit de toegevoegde waarde. Dus die samenwerken met die partijen, want we TNO kan ook niet gewoon dingen verzinnen. Sterker nog, ik denk dat niemand in dit domein in zijn eentje meer dingen kan oplossen. Nee. Dus we zoeken ook, en dat is ook even de reden om hier te zitten, gewoon die samenwerking zoveel mogelijk op. Ik zie, dankjewel. Ik zie vragen binnenkomen, dus daar ben ik heel blij mee. Ik zie nu weer een vraag binnenkomen. Ik zal maar eens even lezen. Bijvoorbeeld open hartoperatie. Voor de een is het leven en dood. Voor de ander alleen beroepsrisico. Ja, precies. Ja, zelfs het SCM voor de beheerorganisatie lastig. Voor de gehackte kan het leven of dood betekenen. Nou, dat is inderdaad precies wat het is. Hè. En, dat is eigenlijk meer een bijna een soort van onderstreping van hetgeen wat we net verteld hebben. Heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Ja, ik denk dat het eigenlijk erg duidelijk is. Ja. Ik sluit daar wel op aan, absoluut. Ja. Ja. Ik wil ook het publiek wel een beetje uitdagen. Is om gewoon in hun dagelijkse praktijk er nou eens naar te kijken. Als je nou met 3-4 man aan tafel zit, praat over risico's. Doe die test nou eens een keer. Heb je het nou echt over hetzelfde? Ja. Ja. En mijn ervaring is dat tot best wel verrassende inzichten leidt. Ja, als je met informatiebeveiligingsprofessionals aan tafel zit, dan heb je waarschijnlijk wel dezelfde taal. Maar op het moment dat je met een operationeel riskmanager, dat zit heel dicht bij elkaar, en dan gaat het al rammelen. Ja.
En hoe balanceer je tussen vertrouwen hebben in je ketenpartners en eigenhandig controleren op de beheerconform de afspraken en de normen. Dus dat betekent, we doen stinkend ons best om alles vast te leggen in contracten en we worden daar denk ik ook steeds beter in. Dat is een controlemaatregel. Dan is het een kwestie van vertrouwen. Maar je ziet ook wel steeds meer de beweging van ja, maar ik kom wel even aankloppen. Ik kom wel even meekijken bij jou. Ik doe hem anders. Ik zeg van, zorg jij nou ervoor dat je ieder jaar een onafhankelijke audit laat doen. En de beheersmaatregelen die wij hebben afgesproken. En stuur mij dat rapport. Dan leg je toch weer de verantwoordelijkheid neer bij de toeleverancier. Zo van, oké, wel een rapport. Regel dat vooral zelf. Ja. Maar wel volgens de normen zoals je die stelt. Zoals hem afgesproken. Zoals je hem afgesproken. Ja. Ja, dat is inderdaad... Ja, want anders dan... Heb jij een heel groot team nodig. Dan heb ik heel veel mensen nodig. Ja, dan heb je een heel groot team nodig. Er zit denk ik ook wel een soort tussenvorm in tussen controle en vertrouwen. Ik denk dat als je het inregelt in je reguliere governance, dus als je in gesprekken treedt met je leveranciers, het daar hebben over security, het daar enigszins toetsen, niet op een hele strikte manier, maar het hebben over een bepaalde security onderwerp, je ook wel een idee kan geven hoe het staat met de security van. Ja. Op grond daarvan zou je ook kunnen beslissen, nou, hier willen we eigenlijk misschien wel wat verder op induiken. Of denken, nou, we hebben hier wel voldoende vertrouwen in om daarop door te gaan. Leuk, er komen wel heel veel vragen binnen. En ik zie dat de tijd ook gaat. We gaan nog een paar vragen bekijken. Een maatschappelijk probleem. Het lijkt meer een maatschappelijk. Te weinig basishygiëne bij iedereen in het ecosysteem zorgt voor onverwachte risico's. In kaart brengen van je eigen leveranciersketen voegt in dit geval niet zo heel veel toe. Dus met andere woorden, ja, als de basishygiëne bij de toeleveranciers allemaal niet op orde zijn, ja, dan is het vechten tegen de bierkaai. Zo lees ik hem een beetje. En dat, ja, die vind ik wel lastig. Dan ga je al richting een leverancier die je misschien... waar je misschien afscheid van wil nemen. Nou ja, want je zou kunnen zeggen, ja, weet je, hebben ze de certificeringen wel? Zouden representabel moeten zijn voor het hebben van je basismaatregelen. Hoe kijken jullie er tegenaan? Nou ja, dat is wat je aan de voorkant probeert te toetsen natuurlijk. Dat is precies het idee van een due diligence proces. Dus we aan de voorkant ontdekken, hebben we met een bedrijf te maken waar de basishygiëne niet op orde is, ja of nee? En als dat het geval is, willen we misschien gaan kijken naar een ander alternatief. Ja. Dus ik denk dat dat waardevol is om dat due diligence proces daar naar te laten kijken. Ja, en ik merk dat de business daar ook steeds meer open voor staat. Ja, dat is wel echt een kentering die je opmerkt. Ja. Binnen het jaar dat ik nu al bij Aalt zit, zie je dat mensen daar steeds meer van bewust worden hoe belangrijk dit is. En daar ook steeds meer actief mee aan de slag gaan, vanuit de business ook vooral. Ja. Ja. En dat is dan ook wel steeds meer een due diligence, tot een assurance moet kunnen leiden. Dus dat betekent dat het ook echt een toets en test is, waarbij je ook echt kan vertrouwen dat het niet even met het ogen dicht, ik ben er doorheen. Hoe werkt dat dan? Dat je vaststelt dat het niet inderdaad gewoon een formulier, ik heb over ja gevuld, weet je, dan zijn ze weer tevreden. Ja, we gebruiken daar meerdere methodes voor. Ik weet niet of ik daar nu te veel op in kan denken. Nee, maar goed, maar dat komt dan zo meteen wel goed. Maar dat is wel iets waar jullie wel mee bezig zijn als organisatie, ook in jullie keten. Ja, ik denk dat het een breder probleem is van third-party risk management, of vendor security risk management, dat er te veel geleund wordt op puur questionnaires. En dat het idee bestaat dat op het moment dat je een questionnaire uitstuurt en daar een antwoord op terugkomt, dat je dan klaar bent. Ja. Daar moeten we wel vanaf. Ja. En we zijn er wel mee bezig. Of we hebben binnen zowel meerdere methodes om meerdere dingen bij elkaar te kunnen brengen om zo een beter beeld te kunnen krijgen. Niet alleen op grond van questionnaires. Nog één vraag en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Even kijken. Inzicht in de keten is noodzakelijk om de risico's te kunnen inschatten en te mitigeren. Helder. Als risico-eigenaar dat loslaten, bedoel je dat als wegkijken of hoogstens of de hoogste risiconiveau aannemen? Ja. Ja. Nou, wegkijken zeker niet. Maar wel veel meer nadenken over wat wil ik nou uit die keten zien. Dus wat moet ik nou hebben om te bepalen of meer of minder risico loopt. Ja. Dat is nog steeds inzicht in de keten. Maar dat is wat anders dan inzicht in hoe die keten er precies uitziet en hoe die opgebouwd is. Dus het gaat vooral over het inzicht dat je als organisatie hebt in de mate van afhankelijkheid van die ketenpartijen en de mate van informatie die jij hebt om te bepalen of dat nog steeds goed gaat. Ja. En dat is ook een charmante van dat netwerk. Kijk, ik kan
als ik afhankelijk ben van een leverancier, in een ketenrelatie ga ik de leverancier vragen hoe het ervoor staat. Ja. In een netwerk kan ik ook nagedenken, welke andersoortige informatiebronnen heb ik nou eigenlijk om te bepalen of die leverancier nog wel gaat leveren. Ja. En bijvoorbeeld, hè, dat is een heel ander domein, maar ik denk dat dat soort voorbeelden wel werken. Op een moment dat, ik pak altijd de automotive voorbeeld, vind ik fantastisch om te zien. Tesla heeft een financieringsprobleem en dan zie je de bouwkwaliteit van de voertuigen afnemen. Dat zou voor mij een trigger zijn. Misschien moet ik ook eens even gaan praten over hoe het nou met de security eigenlijk zit. Ja, precies. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik ben afhankelijk van een energieleverancier. Hey, maar dan kan ik naar het stopcontact blijven kijken. Komt daar nog stroom uit? En doet hij al zijn werk nog? Ja, dat is allemaal prima. Maar ondertussen zie ik dat hij zijn verliezen op aan het lopen is. Dat hij straks misschien wel failliet is. En dan heb ik ook geen stroom. En dus is ook een beetje meer zoeken naar waar kijk ik nou eigenlijk naar? En heeft dat voldoende informatie om te bepalen of ik bijvoorbeeld met die leverancier in gesprek moet, of dat ik van moet voor gaan bereiden dat het misgaat. Ja. En dat is ook het charmante van dat netwerk. Als je eenmaal weet wat je nodig hebt, dan kun je ook op een andere manier gaan zoeken van waar ik dat vandaan kan halen. Ja. Dus ja. Zeker niet wegkijken, maar op een andere manier gaan kijken. Ja, andere manier gaan kijken en misschien wel ja, wat vanuit een wat breder perspectief kijken naar, naar het onderwerp. Oké. Dankjewel. Dank jullie wel ook thuis voor de vragen. Dat helpt het gesprek lekker op gang houden. Voor de introductie was dit nu even, denk ik, prima. En ik wil heel graag nu het woord geven aan Kenny van Aholte Herzen. En ik zeg succes. Ja, hartstikke bedankt. Sowieso leuk om hier te mogen zijn. Dus dank daarvoor sowieso. Ik zal even doorscrollen. Ja, het belang van dit onderwerp werd voor ons pijnlijk duidelijk toen een van onze logistiek partners geraakt werd door een ransomware aanval. Wat er hierbij gebeurde is dat het distributiecentrum van deze partner geïsoleerd raakte. In andere woorden, ze verloren de verbinding met de buitenwereld. En het werd daardoor lastig om hun orders en dus ook onze orders op een juiste en tijdige manier te verwerken. En wat had dit nou voor gevolgen voor Albert Heijn? Het betekende dat een aantal goed lopende producten niet meer aan Albert Heijn winkels geleverd kon worden. We konden ons assortiment niet meer in zijn volledigheid aanbieden aan onze klanten. We hadden te maken met lege schappen. Kaasschappen, zoals sommige mensen wel zullen weten. En je kan je voorstellen wat dat voor teleurstelling bij onze klanten teweeg heeft gebracht. Nou, er bleek externe expertise nodig om de aanval te mitigeren. Het was complexe materie, het was een complexe aanval. En al met al heeft de verstoring een redelijk lange tijd geduurd. Het heeft een tijd geduurd voordat die verbinding met de buitenwereld weer enigszins op een veilige manier hersteld kon worden en de businessprocessen weer op een reguliere manier hervat konden worden. Nou, eigenlijk werden naar aanleiding van het incident dat toch een groot impact heeft gehad op Albert Heijn zelf ook, werden een aantal observaties gedaan. Een generieke observatie, en dat hoef ik binnen dit platform denk ik niet uit te leggen, maar is dat cyberaanvallen eigenlijk steeds meer tot de orde van de dag beginnen te behoren. Als je alleen al kijkt naar het aantal ransomware aanvallen en vooral de explosieve groei daarin, ontkom je eigenlijk niet echt aan die conclusie. Het is belangrijk daarbij wel dat Albert Heijn zichzelf dat beseft, maar vooral ook haar leveranciers. En een tweede, meer specifieke observatie was dat deze logistieke partner natuurlijk niet de enige partner is van wie Albert Heijn een soortgelijke afhankelijkheid heeft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vers supply chain, daarin hebben we een aantal strategische partnerships met versproducenten. En als daar een verstoring van de productie plaats zou vinden, zouden we minstens een net zo groot probleem hebben. Het mag denk ik duidelijk zijn dat supermarkten ervan op de hoogte zijn dat je afhankelijk bent van ongestoorde dagelijkse leveringen en van een stabiele supply chain. Maar wat wel steeds meer begint te leven is dat IT security eigenlijk een steeds belangrijkere rol begint te spelen in het garanderen van die dagelijkse ongestoorde leveringen en dat we daar dus ook mee aan de slag moeten. En wat verder interessant is om te zien dat je bij bedrijven als Ahold, bij Albert Heijn ondertussen ook, dat je ziet dat er een soort verbreding van de scope van vendor security risk management aan het plaatsvinden is. Dus waar in het verleden denk ik de nadruk vooral lag op IT suppliers, waarbij de nadruk lag op verwerkt deze leverancier gevoelige gegevens namens ons, of hebben ze toegang tot onze interne systemen, zien we nu eigenlijk een groep ontstaan die beide niet doet, dus die geen toegang heeft tot onze interne systemen, eigenlijk niet zulke gevoelige data verwerkt, maar wel van kritisch belang is voor de bedrijfsvoering van Albert Heijn. En omdat ook dit soort bedrijven steeds meer leunen op IT om hun bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen, is het belangrijk dat ook bij die partijen IT security op orde is en dat Albert Heijn moeite steekt in het uitvinden of dat wel of niet op orde is, ja of nee. Nou,
Naar aanleiding van die observaties hebben we onszelf eigenlijk een aantal belangrijke vragen gesteld binnen de organisatie. Hoe kwetsbaar is die supply chain eigenlijk? Hebben we daar wel inzicht in? Een tweede vraag is, hoe kunnen we die risico's in de supply chain nou uiteindelijk mitigeren? Dus als we die risico's geïdentificeerd hebben, wat doen we daar dan mee? Wat kunnen we daar dan mee? En een derde vraag is, hoe moeten we reageren in vergelijkbare situaties? En ondanks dat er een aantal IT security componenten in die vraag zitten, is er binnen Aalto Hesse besloten dat dat toch meer een BCM-stuk is. Daar kunnen we straks denk ik ook nog wel even over hebben of dat wel of niet het geval is. Maar voor deze presentatie hebben we dat een beetje losgelaten. Nou, hoe hebben we dan geprobeerd om een antwoord te geven op vooral die eerste twee vragen? Als je kijkt naar de kwetsbaarheid van de supply chain, om daar inzicht in te krijgen, hebben we geprobeerd of hebben we eigenlijk uitgevoerd het doen van een IT security assessment per strategisch partner. Nou, dat assessment bestond onder andere uit een questionnaire. Die questionnaire was opgebouwd uit een set van vragen die gerelateerd was aan een aantal controls die als doel hadden om de resiliency jegens ransomware te vergroten. En die pool van controls kwam eigenlijk voort uit een combinatie van verschillende bronnen. Waarbij je bijvoorbeeld kan denken aan externe raamwerken zoals NIST, interne requirements. Dus hoe hebben we binnen Aalto Hesse onze eigen backup systemen ingericht en kunnen we dat soort requirements verplaatsen naar onze partners. Een aantal best practices en natuurlijk ook lessons learned van eerdere ransomware incidenten waar Aalto Hesse mee te maken heeft gehad. Nou, de antwoorden die gegeven werden door de verschillende partners hebben we verwerkt in een document, het Vendor Security Risk Assessment Memo. Nou, dat is eigenlijk een totaal overzicht van alle ineffectieve en effectieve controls die we gemeten hebben. En daarnaast doen we ook nog een set van aanbevelingen met als doel om de resiliency ten opzichte van ransomware te kunnen vergroten. Nou, belangrijk daarbij is dat op het moment dat je dat inzicht hebt voor al je partners, kun je dus in min of meer zekerheid zeggen dat je een eerste inzicht hebt in de risico's die je binnen die supply chain ziet. Als tweede stap is het dan belangrijk om te bekijken, wat doe je dan eigenlijk met die risico's en hoe kan je daar op een effectieve manier mee omgaan? Nou, dat hebben we op verschillende manieren geprobeerd, waarbij de eerste was om tezamen met die strategische partners tot een verbeterplan te komen, waarbij de geïdentificeerde risico's en de aanbevelingen die we deden eigenlijk als een soort input konden gelden voor dat verbeterplan, voor het vormgeven van dat verbeterplan. En wat we merkten dat daarin erg essentieel was, is dat je dat op periodieke wijze monitort. Ik denk dat dat voor niemand een onbekend fenomeen is, maar wat wij naast monitoring van de voortgang erg belangrijk vonden, is dat we merkten dat we advies konden geven op het moment dat suppliers niet helemaal wisten hoe ze met een bepaalde security control of maatregel moesten omgaan. Wat je daarbij wel altijd moet benadrukken is dat de verantwoordelijkheid voor het implementeren en de dingen die daarbij komen kijken wel altijd bij de partner blijven liggen. We dienen als advies of we hebben een adviesfunctie, maar de verantwoordelijkheid blijft wel altijd liggen bij een partner. Een tweede manier waarop we hebben geprobeerd om de risico's te mitigeren is via het contract. We hebben geprobeerd we zijn bezig met het toevoegen van een security addendum aan alle contracten. Dat is eigenlijk een set van minimum requirements waarvan wij verwachten dat alle partners met wie Albert Heijn samenwerkt, dat die zich daarom voldoen. Harry gaat daar zo meteen nog iets meer over uitleggen. En de derde manier waarop we dat hebben geprobeerd is om een supplier community op te zetten. Om alle partners binnen die supply chain bij elkaar te krijgen. Om op die manier naast een gevoel van saamhorigheid ook een vorm van kennisdeling met elkaar te kunnen delen. Niet alleen kennisdeling, waarbij we bijvoorbeeld regelmatig presentaties geven over allerlei voorbeelden. Maar waarbij we ook hebben afgesproken dat we threat intel bijvoorbeeld met elkaar kunnen delen. Dat vindt ook plaats binnen dat platform. Daarnaast hebben we vanuit BCM, je ziet het staan, een verbeterplan per supplier. Ik zal er nu niet veel op ingaan, omdat dat nogmaals iets meer een BCM-stuk is. En het laatste stuk wat erg interessant is, waar we misschien nog over kunnen hebben, is het verzorgen van runbooks voor het opzetten van ad hoc leveringen voor het geval IT is uitgevallen. Dus we zijn als IT security aan de voorkant bezig, hoe kunnen we het zo veilig mogelijk maken? Maar wat gaan we nou eigenlijk doen als het fout loopt? En hebben jullie daar plannen voor? En testen jullie die ook op regelmatige basis? Dat is ook iets waar we op toetsen en waar we mee bezig zijn. Nou, het is eigenlijk een soort high-level overview van het proces dat we hebben gevolgd. En we hebben gemerkt dat er een aantal key succesfactoren zijn in het doorlopen van het proces. En mijn collega Harry kan daar uitgebreid over vertellen. Ja, dankjewel Kenny. Dingen die ik gemerkt heb tijdens de uitvoering van het programma. Allereerste key succesfactor is in mijn ogen
De ondersteuning en de echte opdracht die we gehad hebben vanuit de directie van Albert Heijn. Om hiermee aan de gang te gaan. Om aan de slag te gaan met ransomware in de supply chain. En dat betekende dus ook dat allerlei mensen in de organisatie daar tijd voor gemaakt hebben. Om hun netwerk te activeren. Om mensen te overtuigen. Om uit te leggen wat er nodig is. En de directeur strategic sourcing. Die man die heeft continu aan de telefoon gezeten, heb ik wel het idee, om mensen in die supply chain te mobiliseren. En dus er was heel veel focus op resultaten vanuit de win-win gedachte. Dus Albert Heijn wil graag ongestoorde levering van die producten. En de supply chain, of de partners in de supply chain, die willen natuurlijk graag dat ze de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze niet een hele weekend door moeten werken om puin te ruimen. En het was een hele multidisciplinaire aanpak. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor het succes. Barrières onderling even weghalen en samen werken aan het resultaat. Aan de andere kant van de leverancier, eigenlijk hetzelfde. Vanuit de hoofdste regionen was er aandacht voor ons werk. Voor het feit dat we die assessments aan het doen waren waar Kenny het over had. En voor het feit dat we mensen nodig hadden om onze vragen te beantwoorden. En die mensen waren ook gewoon beschikbaar. Dus dat was heel fijn. Hè? Vaak merk je bij het uitvoeren van security assessments dat je een beetje tegen de stroom in moet zwemmen als je pech hebt. Nou, dat was hier zeker niet het geval. Wat ik ook heel belangrijk vind is validatie van het resultaat door de betrokkenen bij de leverancier. Het moet niet zo zijn dat wij aan de directeur strategische sourcing vertellen van ja, nou, die ene leverancier, 20 bevindingen, 5 high risk. Maar we moeten juist ervoor zorgen dat die mensen dat daar ook zo zien. Ja. En dat ze zelf ook vinden dat het zo is. En dat ze ook in de gelegenheid zijn om te zeggen van nou, en dat hebben jullie helemaal niet goed begrepen. Misschien heb ik het niet goed uitgelegd, ik zal het nog een keer uitleggen. En de laatste is wat Kenny net ook al vertelde, dus dat we periodiek met elkaar aan tafel zitten om te praten over de voortgang van het verbeterplan wat ze gemaakt hebben. Overigens ook een key succesfactor, het maken van een verbeterplan door het management van de vendor. En vervolgens dan inderdaad monitoren dat het verbeterplan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dus we zitten maandelijks met elkaar aan tafel per vendor. En daarnaast hebben we die kennisdeelsessies, dat forum wat we opgericht hebben. En dat is niet alleen dat Albert Heijn of mensen van Aalde Lezer daar het woord voeren, maar zeker ook dat leveranciers iets vertellen, bijvoorbeeld over de manier waarop ze security awareness hebben ingericht, of de manier waarop ze tegen auditing aankijken en hoe ze dat willen aanpakken. Oh, wacht even, ik heb dat ding hier. Ik ga naar de volgende slide. Dat is de vorige. Zal je altijd zien. Ja. De community. Dat heb ik eigenlijk al verteld. Het is heel erg gericht op delen en op gelijkwaardigheid. Iedereen kan iets stoms doen en daar moet je hopelijk met z'n allen over lachen. En soms hebben ook mensen hele slimme dingen en het is dan fijn om dat met elkaar te delen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Nou, het contract. Kijk, we waren gewend om contracten af te sluiten met leveranciers die, wat Kenny al zei, in onze IT en in onze omgeving dingen aan het doen zijn. Of onze data krijgen en dat vervolgens in hun omgeving hosten. En daar dingen voor ons mee doen. Maar we hebben plotseling ook, zijn we zeer geïnteresseerd in de IT van onze partners. Die helemaal niet met onze data bezig zijn. Die hebben gewoon hun eigen data en ook helemaal niet in onze systemen zitten. Die hebben gewoon hun eigen systemen. Maar we zijn er toch heel erg afhankelijk van, want als die systemen onderuit gaan, geen kaas. Worst kaas scenario. Win-win.
Nee, ik heb verder eigenlijk... dus de audit, dat heb ik net ook al verteld. We willen eigenlijk heel graag een... en we hebben in het contract spreek je bepaalde criteria met elkaar af. Of requirements worden daar vastgelegd. In feite zijn dat natuurlijk criteria voor een audit of voor een controle. Ik wil er ook naartoe dat, wat ik net al zei, één keer per jaar... hopelijk dat we zover kunnen komen dat die suppliers een audit uitvoeren op de criteria die we hebben afgesproken en daar een rapport voor leveren, zodat we ook kunnen vaststellen op basis van een onafhankelijk onderzoek dat het echt geïmplementeerd is wat we hebben afgesproken. Dus het gaat een stuk verder dan het blauwe ogen. Dan het vinkje zitten van voldoen. Ja. 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 Oké, ik geef het stokje weer aan jou. Geef je mij, ja. Nou. Dank jullie wel, Kenny en Harry. Wat mij opvalt in jouw verhaal is dat het bijna warm klinkt zoals jullie omgaan met jullie leveranciers. Hè? Mm-hmm. Zo van, je noemt het ook continu partners, waarbij je elkaar ook, het voelt alsof jullie elkaar helpen om daadwerkelijk samen de schouders te zetten. Ik kan me zo voorstellen dat er ketens zijn waar dat veel zakelijk is, wat harder. Ja, maar wacht eens even. Het is leuk dat jij bij mij aanklopt en zegt dat ik een addendum op een contract heb. Maar we hadden al een contract, weet je wel. En daar stond dat niet in. En we gaan weer opnieuw aan tafel zitten, want daar zit de kost aan vast. Ja. Geen enkele van dit soort discussies gehad? Nu nog niet, maar ik verwacht wel dat die nog wel gaan komen. Ah, oké. Okay, ja. Het heeft met de contractstructuren te maken. We zijn bijvoorbeeld nu met de logistiekpartners zijn we in gesprek. Ja. Of gaan we in gesprek? En daar verwacht ik ook inderdaad wel meer weerstand. Ja, want ik kan me voorstellen, weet je, dat je vraagt best wel een uplift voor cybersecurity. Ja. Stel ik me zo voor. Ja, ja. Daar zouden we voor ongetwijfeld ook wel wat afspraken over hebben. Ja, aan de andere kant denk ik wel dat de verantwoordelijkheid voor de eigen IT, die was er natuurlijk al lang. Dat wij daar nu extra belangstelling voor hebben, waardoor hopelijk die IT meer resilient is. Dat is ons belang, maar dat is ook hun belang. Ja. Helder. Ja. Dus die discussie is bijzonder interessant. Maar het is zeker niet zo dat je... Maar goed, we moeten ook niet op vooruit lopen op de discussie. Nee, maar goed, dat is wel een beetje de win-win waar je het inderdaad over had. Ja, ja, super. Ja, ik zie al wat vragen weer binnenkomen. Deze sluit een beetje aan op de vraag die ik net zei. Hè? Als je niet zo'n sterke positie hebt ten opzichte van je supplier als Albert Heijn, hoe krijg je de medewerkers van de... Hoe krijg je dan medewerkers van je supplier? Medewerking, sorry, van de suppliers. Dat is lastig als je maar een kleine speler bent. Ja, hoe pak je dat aan? Kijk je naar mij? Wat is jouw vraag? Ik vind dat een lastige vraag. Dat is lastig. Echt inderdaad, wat ik denk dat in iedere positie is. Hè, van, je hebt bepaalde belangen en die zijn niet altijd gelijk. En dat is een gegeven. En soms moet je erbij neerleggen. Soms heb je dat je bijvoorbeeld krachten kan gaan bundelen. Maar ja, dat is heel situationeel hoe dat werkt. Ja. En ik vermoed dat ik dat een beetje aansluit bij de veranderingen die we doormaken als mensen in security. Hè. Dus dat waar je vroeger, hè, noem het even verdediging van je eigen nest, dat je nu gewoon veel meer die samenwerking op moet zoeken. En dat kan lang niet altijd. Hè. Niet al die organisaties zijn er klaar voor. De cultuur is er niet altijd naar. Nee. En dat is ook eigenlijk wat we nu zien. Kijk, als je vanuit een technisch perspectief kijkt, ja, dan kun je dat allemaal prima wel gaan managen. Maar bij iedere stap die jij maakt naar een andere organisatie, komt dat organisatieperspectief erbij. Precies, ja. Ja, en dat maakt het plaatje compleet anders. En ja, als je niet doorhebt hoe dat organisatieperspectief jouw samenwerking met op het IT-perspectief beïnvloedt, ja, dan loop je heel vaak tegen een dichte deur aan. Dan vraag je af, hoe kan dat nou? Ja. Maar dat is omdat er geen gezamenlijk belang is op de IT, omdat die belangen gewoon heel erg aan elkaar liggen, op een heel ander niveau. Ja, ja. Ja, maar stel dat jij toch heel erg afhankelijk bent van de levering van de dienst of het product van die leverancier, en dan zul je toch moeten afdalen tot een gesprek. Ja. Want als je dat gesprek niet gaat voeren, dan zal er ook nooit verbetering komen. Nee. En daar zitten zeker uitdagingen.
Ja, ik denk dat het ook al begint door te beseffen van ja, wat zijn nou de beperkingen, die komen die nou uit de organisatie of ergens anders vandaan. Wat zijn nou die, hè, waarom praten we nou bijvoorbeeld op bepaalde onderwerpen niet met elkaar? Waar zit die weerstand nou eigenlijk? Ja. En dat komt vaak vanuit allerlei verschillende hoeken en gaten, waar je in eerste instantie misschien helemaal geen rekening mee hebt gehouden. Ja. Ik vind zelf wel de kritische succesfactor van het management van de business gaat hier vol achter staan. En die wil dit ook echt. Mm-hmm. En die gaan er ook over praten met die leverancier. Ook met zo'n leverancier die dat gewoon... Nou, die zegt van ja, op, boeien. Gaan we niet doen. Het over. Ja, dat moeten ze dan wel gaan uitleggen aan de directeur. Binnen in ons geval Albert Heijn. Ja. Die daar verantwoordelijk voor is. En die daar wel over wil praten. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een bepaalde verhouding die ook wel even in de gaten moet houden. Ja. We hebben het in de voorbespreking ook al even gehad. Hè, over groot helpt klein. Ja, dat is denk ik in jullie keten ook heel relevant. En ik zie daar ook wat vragen over komen van, hè, weet je, als je nou groot of als je nou klein bent en je kan eigenlijk niet zoveel, maar je moet wel. En je zei ook al van, nou, we komen helpen om advies te geven, maar blijf wel de verantwoordelijkheid van de partij zelf. Mm-hmm. Maar er zit een grens aan. Weet je, een grote partij heeft natuurlijk veel meer middelen om daadwerkelijk prachtige oplossingen, security oplossingen te bedenken of te bedenken, in te kopen. Maar bij kleine partijen is dat niet zo. Hoe hebben jullie daarover nagedacht? Kijk even naar jou, Kenny. Is dat iets wat... De insteek van het project was natuurlijk wel om na redelijkheid zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen. Dat daar een soort spanningsveld in zit, dat heb je net benadrukt, dat snap ik. Maar het is dus niet altijd nodig voor een partner om extreem ingewikkelde security instrumenten aan te kopen. Kijk, als je het hebt over threat intel, we hebben net afgesproken binnen de vers partners en het platform daarin dat wij van onze diensten binnen Albert Heijn en ALDS gebruik kunnen maken om threat intel te delen met de rest van het platform, dan zijn zij daar ook bij gebaat. Dus ik vind dat, ik vind inderdaad dat grotere partijen een verantwoordelijkheid hebben of zouden moeten voelen om in de supply chain misschien iets meer verantwoordelijkheid te dragen in het delen van kennis en het delen van mogelijkheden om kleinere partijen te kunnen helpen. Dat vind ik absoluut. Ja, ja. En helpen. Ik word een beetje getriggerd ook door een vraag. Omdat er ook gecheckt wordt. Hè. Er worden contracten afgesloten, addendum. Nou, dan gaan jullie natuurlijk ook vanuit jullie eigen verantwoordelijkheid natuurlijk ook checken in hoeverre dat ook echt effectief is. Hè, de dingen die jullie vragen bij de toeleveranciers. Hoe ver reikt dat dan? Gaan jullie dan naar het hoofdkantoor of bijvoorbeeld bij een Unilever, ik neem aan dat die ergens bij jullie in de keten zit, gaan jullie naar al die kantoren langs van Unilever? Ja, misschien is het te veel inhoudelijk, maar als je het niet wil delen, dan is het prima hoor. Maar... Het is een hele terechte vraag en het slaat een beetje terug op het verschil tussen ga je op vertrouwen of ga je op controle. Ja. Daar slaat het eigenlijk een beetje op terug. En ik denk dat het in ons geval een beetje een combinatie van is. Mm-hmm. We hebben een speciaal soort relatie met partners. Daar kan ik niet te veel op ingaan. Nee. Maar het is voor hun ook belangrijk dat wat wij vragen, dat daar mee rekening wordt gehouden. Naar welk punt wilde ik toewerken? Ik ben heel even mijn punt kijken. Sorry. Nou, er wordt positief gereageerd op onze vragen. Dus ook de grote partijen in de markt reageren positief op vragen die we stellen over cyber resilience. Dus niet alleen de kleine partijen die zeggen van nou, fijn dat jullie langskomen, want ik weet het even niet, help mij. Maar zelfs de grote partijen die zeggen ook van wauw, weet je, dit helpt ons ook weer. Nou, wauw, weet ik niet. Maar die vinden het prima dat wij daar vragen over stellen. Ja, misschien ook wel logisch. En die geven er ook antwoord op. Ja, super. Stel, je ontdekt een fout als ontvanger van goederen, IT-middelen. Bestaat er dan een soort van terugleverplicht om een andere security probleem te wijzen? Om een ander op het security probleem te wijzen? Dat moet ik nog even goed begrijpen. Een fout van een goederen, IT, bestaat er dan een soort van terugleveringsplicht? Oh, wordt alweer verwijderd. dit is wel een spannende chat. Ik pak even een ander. Dit gaat over de kleine partners. Als een leverancier niet zelf laat zien dat ze alles op orde hebben, moet je dan zelf controles laten uitvoeren?
Dus dat betekent, als je het niet op orde hebt, moet je dan zelf je controles verder gaan scherpstellen. Zo lees ik even de vraag. Dus als een leverancier niet zelf laat zien dat ze alles op orde hebben, moet je dan zelf controles laten uitvoeren. Met andere woorden, jullie komen... Last resort. Ja, dat is het laatste resort. Ja, wel. Liever niet. Nee, dat kan me voorstellen. Want nee, dat is echt vreselijk. Zit je al echt... Want dan dat is toch ook niet goed voor je relatie, hè? Nee. Dat je zegt van... dat je moet opbellen, zeggen van nou, ik heb iemand ingehuurd om jullie te controleren, want ik krijg gewoon geen zinvolle antwoorden van jullie en ik ben een beetje moedeloos. Ja. Zo'n soort gesprek wordt dat dan. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk dood in de pot. Nee. Dat is helemaal waar. Ja. Ja. Maar ja, als het echt niet anders is, nee, ja, maar goed, dan is het wel nodig. Dat is inderdaad natuurlijk wel het mogelijke effect ervan. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat controleren is kijken, is het op orde? Ik kan me nog herinneren, wel lang geleden, dat vanuit TNO ook onderzoek gedaan is naar... Het ging meer over veiligheid, dus bedrijven die met veiligheid bezig zijn. Dat er onderzoek gedaan werd, wat is nou de cultuur hier eigenlijk? Om heel zwart-wit te zeggen, is de cowboycultuur? Doen ze maar wat en proberen ze dingen op orde te krijgen? Of zit er echt een cultuur van denken in risico's en daar bewust mee omgaan? Is dat ook iets waar jullie dan met die partners in gesprek over gaan? Of dat jullie er naar kijken? Nee. Nee, we kijken met name naar de IT-controls. En dus dit is meer een cultuurding waar je het over hebt. Ja, of je dat een beetje, misschien kun je dat ook nog niet hard meten, maar is dat iets wat jullie dan bijvoorbeeld in die gesprekken mee opletten? Of hoe die partijen reageren? Nee. Nee. Nou, maar we vragen bijvoorbeeld wel of security ingebakken zit in een normale governance structuur. Of dat ze een dedicated information security office hebben. Dat soort vragen proberen we wel beantwoord te krijgen. En ja, maar kijk, als je zegt van nou, dat hebben we allemaal, Kenny. Maar by the way, we hebben een hele hoge risk appetite. Veel hoger dan je gewend bent. Mm-hmm. Dat kan toch vervelend zijn. Ja, nee, dat is waar. Helder. En ik hoorde ook nog even een paar keer het BCM-puntje aanraken. Hè? Het Business Continuity Management, dat jullie daar ook bij helpen en ook bij het misschien wel zelfs oefenen op dat vlak van als dat gebeurt, wat doe je dan daadwerkelijk? Hè? Dus je hebt dan de contracten en alles zoomt en we zijn langs geweest en we hebben de audits gehad, we zijn helemaal happy peppy. Mm-hmm. Maar dan wil je het ook oefenen, toch? Doen jullie dat ook? Met je partners? Nee, nog niet gebeurd. Nee. Wel in andere onderdelen van... We doen wel BCM-testen, maar dat is met name IT-BCM-testen. Ja, dat is echt dan over de continuïteit van we stikken eruit, kijken of het spul... Klik. Goed, weet je, maar dat is misschien dan een volgende volwassenheidsniveau waar je naartoe wil groeien wellicht. Ja, absoluut. Super. Ik kijk nog even kort naar de vragenlijst. Nog eentje. Wat is jullie beeld bij de NIS en de NIS 2 in relatie tot supply chain cyberrisk? Is de NIS 2, ligt die bij jullie paraat? Nee? Nou, ken die misschien. Nou, valt mee hoor. Dat is niet helemaal het geval. Maar nee, ik weet dat binnen onze supply chain, dus de partners met wie we samenwerken, daar wordt de voorkeur ook gegeven aan het NIS-raamwerk. Yeah. Die vonden ze het meest passend binnen hun type organisatie. Het is al misschien wel leuk om te vertellen dat we aan het begin van het proces heel erg het idee hadden dat we graag zouden willen dat partners per se zouden toewerken naar een ISO 27001 of naar een SOC 2 type 2. Nou, dat ging in dit geval niet helemaal op. Maar uiteindelijk bleek toch dat organisaties veel beter zelf in staat waren om te bekijken wat voor raamwerk het best passend was voor hun organisatie. En we zien dus dat het NIST-raamwerk daar veel in naar voren komt. Het NIST-raamwerk zie je ook veel geadopteerd worden en... Dat is wel makkelijk als we dan natuurlijk met z'n allen zoveel mogelijk eenzelfde framework hanteren. Ja. Ook om daadwerkelijk die controles te doen. En het leidt uiteindelijk ook tot eenzelfde soort taal die we met elkaar spreken. Ja. En dat zou wel mooi zijn. Maar goed, zover zijn we niet. Want die verschillende raamwerken zijn er eenmaal. Ja, precies. Oké. Gezien de tijd. Het is 8:00. En ik zou graag naar het volgende onderwerp willen gaan. Dat gaat over, ik probeerde net al een beetje een bruggetje te maken naar testen. Ik had jullie beloofd dat ik ook iets zou aankondigen over een nieuw initiatief. Wat
uitstekend aansluiten op het onderwerp waar we het vanavond over hebben. En daar heb ik een aantal slides voor. En die ga ik nu neerzetten. Dat is niet deze, en dat is ook niet die, maar dat is wel deze. Want ja, we hebben het erover gehad, hè. Digitalisering en end-to-end beveiliging wordt steeds complexer. We vinden het erg lastig om daar wat mee te doen. En hoe kom je nou in controle? Nou, we hebben daar uitgebreid al over gehad. Met assurance zijn we echt wel hele mooie stappen aan het zetten. Maar dan toch zien we het toch nog steeds fout gaan. En het is, niemand zal ook zeggen dat het een 100% garantie is. Hè? Maar die contracten met die afspraken en ook daadwerkelijk met elkaar in gesprek zijn, is absoluut heel belangrijk om uiteindelijk met elkaar daar een stap in te zetten. Maar het oefenen en daadwerkelijk ook, nou, laten we eens even kijken in hoeverre dit nou echt werkt. We hebben die afspraak gemaakt, we hebben die proces ingericht. Maar wat gebeurt er nou als het voor het echt is? Nou, en dan zal niemand zeggen, ja, dit werkt wel. Dat weet je pas als je het gaat oefenen en echt daadwerkelijk gaat in de praktijk gaat doen. Je kan gaan zitten wachten tot er een leuk incident komt. Is vaak heel effectief, maar vaak ook wel pijnlijk. Dus wil je dit gaan oefenen? Maar hoe ga je dat nou doen over de organisatie? Nou, ik denk dat in jullie geval bij Ahold, in ieder geval al een stap is gezet. Omdat jullie volgens mij een warm contact hebben met jullie ketenpartners. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat zeker niet voor elke organisatie zo geldt. Maar dat moet wel georganiseerd worden. Nou, en dat is best complex, best lastig om dat te doen. Dus had ik het idee samen met een mede-enthousiasteling om een coalitie te starten. Waarbij we verschillende partijen en iedereen die dat wil bij elkaar brengen in een samenwerking. Om met elkaar te gaan oefenen over de keten heen. Dus dat we een scenario daadwerkelijk in de keten gaan oefenen om te kijken in hoeverre jouw processen, jouw plannen daadwerkelijk ook goed functioneren en werken. En dat is iets wat wij gaan noemen het Cyber Chain Resilience Consortium. En het moet een publiek-private organisatie worden waarbij we echt werkelijk alle partijen, klein en groot, bij elkaar willen brengen om daadwerkelijk samen op te trekken en eigenlijk de weerbaarheid in de keten te gaan verhogen door simpelweg te gaan oefenen. Nogmaals, die contracten die liggen er allemaal wel boven, maar daar gaan we bewust even niet naar kijken. En dat is iets waar denk ik de kracht zit hierin. We merken ook dat er heel veel om gevraagd wordt en dat men ook ziet dat het heel erg nodig is. Maar de stap zetten om het te gaan organiseren, dat is nog even lastig. Nou, en dat is precies wat we met dit consortium willen gaan doen. Nou, en hoe werkt dat dan? Daar zijn eigenlijk drie soort van diensten waarmee we zouden willen starten. Kennisdeling, nou dat doen jullie eigenlijk ook al, hè? Dus dat is een mooi parallel. Jullie delen al heel veel kennis tussen jullie partners. Gewoon om ervan te leren natuurlijk. Maar het oefenen, wat zo waardevol is. Volgens mij, ik zie het even niet, samen testen. Nou, samen oefenen is aan de rechterkant. En denk dan, voor degene die wel eens een tabletop hebben gedaan, echt een tabletop uitvoeren en een Isidor. Je zou het kunnen zien als een soort Isidor oefening, maar dan in het klein. En Isidor, voor degene die het niet weten, is een grote oefening geweest die vorig jaar juni, meen ik, heeft gelopen, waarbij volgens mij 2500 mensen daadwerkelijk betrokken zijn geweest. Enorme organisatie, ongelooflijk waardevol gebleken. En dit zou je kunnen zien als pak een klein stukje van de keten en ga daar eens mee oefenen om uiteindelijk dat stukje te verbeteren. Nou, en ultiem zou zijn, laten we het ook eens gaan testen. Dus laten we daadwerkelijk ook een werkelijke aanval gaan uitvoeren in die keten. Nou, dat is wat complexer, want dan moet je echt aan systemen gaan zitten. En daar zitten natuurlijk ook wat gevoeligheden aan vast. Ja, maar dat is wel iets. Geen kaas meer. Met zo'n test wil je natuurlijk alles altijd voorkomen dat het ook echt impact gaat hebben. Ja. Dus je wil er wel van leren. Maar goed, dat is ambitie. En dit is iets waar wij, ik samen met mijn mede-enthousiasteling, heel veel zin in hebben om dit meer handen en voeten te geven. Heel simpel, het verhogen van de weerbaarheid in de keten. En dat is iets wat we met z'n allen zoeken.
Ja, wat kan je daar dan uithalen? Wat je eruit kan halen is ten eerste meer kennis over. Hè? Dus we gaan kennis met elkaar delen en daar zullen we dan ook wel een platform voor neerzetten. Even kijken, want ze zijn voor mij te klein, dus ik moet even op mijn eigen papiertje lezen. Het is lekker suf dit. Ik heb een bril nodig. Oh ja, dit is wel het kostenvoordeel aspect. Kijk, zo'n tabletop moet wel ontwikkeld worden. Degene die wel eens een tabletop heeft gedaan, die weet heel goed dat dit niet zoiets is wat je op een middagje in elkaar zet. Om dat goed met een goede beleving te doen, moet je dat echt ontwikkelen. Nou, dat is iets wat kosten met zich meebrengt. En op het moment dat we zo met de partijen en partners die daadwerkelijk mee willen doen, nou, zullen we dan gezamenlijk die kosten gaan delen. Onder de streep betaal je veel minder dan dat je het individueel had moeten betalen. En daar zit natuurlijk ook het grote voordeel in qua kosten. Dus dat is iets wat hier ook in meekomt. Nou, veel zin in. En heb jij er ook veel zin in? Laat je naam en e-mail achter via de website of via de LinkedIn bedrijfspagina. Kan je daar een knopje drukken en dan kan je gewoon je gegevens achterlaten. Wees gerust, alleen je e-mailadres en naam dat is, en telefoonnummer misschien, anders kan ik je niet bellen. En dan gaan we daar gaan we kijken wat we kunnen doen. En hoe we daadwerkelijk ook met elkaar de schouders eronder kunnen zetten om die supply chain meer weerbaar te maken. Bovenop alles wat we natuurlijk al doen, qua contracten en dat soort dingen. Ja, kom maar op. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik denk dat het hard nodig is, wat ik al zei. Het is allemaal zo complex geworden, je kan het gewoon niet meer in je eentje doen. Nee. En dat, ik zei het straks ook al, kijk, toen begon met security, was simpel. Maar als ik nu kijk, we zitten nu bij onze afdeling met 70 mensen. Ik overzie het ook allemaal niet meer wat wij doen en kunnen tot in de details. Dat is dan allemaal alleen cybersecurity wat wij dan als afdeling doen. En dat, daarbuiten zijn nog veel meer. Ja. Dat kun je gewoon niet meer eentje doen. Nee. Als partij of organisatie. Nee, dat is ook zo. Explodeert. Ja. Nee. Ja, en ik vond het juist zo mooi om te horen, hè, dat jullie daar vanuit de Aalde al mooie stappen aan het zetten zijn. En flink mee bezig zijn om samen die schouders eronder te zetten. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat bij heel veel ketens niet gebeurt. En dat is inderdaad wel zo. Ja, en je ziet ook wel dat er vanuit de overheid al geprobeerd wordt om een aantal van dit soort samenwerkingsverbanden op te zetten. DTC bijvoorbeeld, Digital Trust Center, die zijn daar flink mee bezig. Zijn volgens mij nu ook bezig met een pilot om dreigingsinformatie met elkaar te delen. Die nog niet ontzettend groot is. Dus ik denk dat dit soort verbanden heel belangrijk zijn. Ja. Omdat op die manier een grotere groep organisaties kan bedienen. Die hier veel behoefte aan heeft. Dus ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Ja. Nou ja, laat ik het hopen. Laten we kijken in hoeverre dit ook daadwerkelijk handen en voeten gaat krijgen. Zodanig dat we een aantal mooie oefeningen kunnen doen. Ja. En uiteindelijk is het ook waardevol op het moment dat we daar een aantal oefeningen hebben gedaan. Of we hebben een aantal mooie acties uitgevoerd. Om dat ook in de vorm van een whitepaper weer beschikbaar te stellen in het publieke domein, om uiteindelijk iedereen daarvan te laten genieten. Want als je uiteindelijk met elkaar kennis bij elkaar brengt en ook deelt, waarom zou dat dan ook niet breder kunnen? Hoor ik nou een PVB-expertbrief aankomen? Ja, die ken je nog wel, hè? Ja, dat is wel. Ja, ja. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Dat is wel een beetje het idee wat erachter zit. Want vanuit PVB hebben we natuurlijk ook wel meerdere expertbrieven geschreven. En zeer goed ontvangen. Er zit natuurlijk bepaalde uitbreiding in, hè, want onze SOC-brief van 7, 8, 9 jaar geleden. En klappen hoe oud we zijn, Kelvin. Nou ja. Maar goed, weet je, daar zit. Maar uiteindelijk is die in veel documenten geciteerd. En dat komt natuurlijk omdat het gedragen wordt vanuit een hele grote achterban. En dat is kennisbundeling. Gewoon kennis bij elkaar brengen en delen. Ja, absoluut. Ik heb nog best een hele hoop vragen. En ik vind het nog wel even leuk om even een paar van die vragen te pakken. Die gerelateerd zijn aan de onderwerpen die op tafel zijn gekomen. En eentje daarvan die mij zelfs wel even naar boven is geschoven. Zoveel spionage en kennisveiligheid. Dat is wel een terecht punt. Weet je? We kennen de situatie wel. Waarbij er wat gegevens op een net andere manier werden gebruikt. Bij een van de toeleveranciers. Als dat misschien de bedoeling was. Ik noem even geen namen. Ja, is dat iets wat
Nou, misschien kan jij daar wat over vertellen. We hebben gewoon nu recent gaan we gewoon een voorbeeldcase pakken. Ja. Ik weet dat iedereen het wel weet. Die krijgt een LinkedIn-verzoek. Ken de persoon totaal niet. Ga eens proberen te voeken wat voor een persoon is dit. Kan ik een profiel van vinden? Kan ik niks vinden? En ondertussen zie ik dat een aantal collega's gelinkt zijn. Ja. We zijn nu gewoon, we gaan tijdens een afdelingsoverleg eens een keer daar een gesprek over voeren. Van wat is nou de reden waarom je dat gesprek... Wat voor een actie zien we daar uitkomen? Dus ook een beetje eigenlijk onze threat intel een beetje op orde brengen. En gewoon ja, eigenlijk de mensen als sensoren gaan gebruiken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Precies, ja. Ja. Dus ja, ik denk het zeker. En, het was ook een beetje getriggerd door de AIVD-waarschuwing. Hè. Dus wordt echt actief. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik krijg bijna om de dag of iedere dag wel een LinkedIn-verzoek van mensen die ik niet ken. Ja, en denk, ja, sommige relevant, sommige niet. En mijn policy is, als ik je niet gesproken of gezien heb, dan ga ik niet linken. Ja. Ja, nou die hanteer ik ook. Ja, ja. Ja, dus ik heb ook 1000 mensen, zag ik laatst, in de, ik gooi ze niet weg, 1000 mensen in de rij staan, zo van ja, ik wil graag met je connecten. Ja. Ja. En de meeste met een goede bedoeling, hè, dat daar niet van. Ja. Dat is inderdaad helder. Maar ik denk het zeker ook bij TNO leeft dat enorm. Hè. We doen natuurlijk voor allerlei partijen onderzoek, defensieonderzoek en ook heel vooruitstrevend onderzoek. Ja. Dat is echt... bijvoorbeeld ook binnen de afdeling, maar ook binnen TNO wordt heel veel onderzoek gedaan naar quantum computing, maar ook quantum crypto, post-quantum crypto, AI. Weet je, dat zijn echt wel onderwerpen waar wereldwijd ook enorme interesse in is. Ja, helder. Ja. En let dat ook bij jullie? Dus het data, de spionageachtige risico's in de keten, dat je een partner aansluit die, nou ja, ogenschijnlijk heel goed lijkt, maar... Ja, ik weet niet of het nou zozeer gelinkt is aan de keten. We doen wel heel veel training op het gebied van niet klikken. Zomaar iets. Ja, dus de phishing-campagne achter. Ja, phishing. Maar ja, goed, dat zou ook zo'n verzoek van LinkedIn kunnen zijn van iemand die je totaal niet kent. Dat zit bij mij een beetje op hetzelfde niveau. Ja. Je zegt van ja, waarom zou ik je ja tegen zeggen? Precies. Ja. En, ja, dus dat doen we wel. Gewoon bewust zijn van je gedrag op het internet. Ja, ja. En is dat dan met name gericht... Ja, want ik ben een beetje aan het zoeken naar... zit Aal de Heilse op een hele hoop R&D-informatie? Wat zou dan de grootste reden zijn waarom ik jullie organisatie zou moeten phishen? Dus is dat vanwege nou, een belangrijke data of is dat... Nou, je zegt geen bank, volgens mij, ja. Zo, wat ik ervan begrijp van cybercriminaliteit is dat het meer te maken heeft met hoe makkelijk het is om iets voor elkaar te krijgen. Dan dat er misschien een heel groot, heel grote winst achter kan zitten. Gewoon het feit ja, oké, okay, ja, precies. Ja. Helder. Even kijken. Hier hebben we het ook in de voorbespreking over gehad. De diepgang van de leveranciersketen. Hè. Dus hoe ver ga je? Je kan de leverancier van de leverancier. We hebben het er al even kort over gehad, merk ik. En je hebt ook al over aangegeven. Joh, weet je, het is heel simpel. Ik vertrouw erop dat de leverancier van de leverancier. Daar maak ik afspraken mee dat hij dat ook goed regelt. Dat hij dat ook goed regelt, ja. En die afspraken controleren. Ja, en die controleer ik weer. Die controleer ik, ja. Oké. Okay. Dus dan ik hoef niet de contracten van de leverancier met zijn leverancier te zien. Nee, want dat gaat natuurlijk dat gaat weer veel te ver. Wat jij hebt gezegd, weet je, dat is bijna oneindig. Ja. Ja. Nee, wat we nu aan het kijken zijn er nou niet manieren om de keten transparant te maken zonder dat je zelf het werk doet? Dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar... bijvoorbeeld een van de dingen waar we naar zitten kijken is bijvoorbeeld, kan SBOM daar een rol in spelen? We doen nu SBOM gebruiken, software bill of material. Wat heb ik nou eigenlijk in huis? En ben ik daar dan kwetsbaar? Dat zou bijvoorbeeld de Log4j zou dat deels inzicht kunnen geven. Maar wat het mooiste is dat die SBOM, als je dat, dat staat dan best wel in de kinderschoenen, dus je kan het gebruiken om in te pluggen in je eigen threat management verhaal, je asset management stuk. Maar als ik nou straks een stuk software krijg, dus ik krijg gewoon wat geleverd, dat is nu eigenlijk een black box, dan kan ik al een pentest op loslaten. Wat ik ook kan vragen, een S-bom erbij, dan krijg ik eigenlijk een beschrijving van wat ik in huis heb. Ja. En als nou, wat je dan kan doen, is die vraag aan jouw leverancier stellen en vragen, alle dingen die jij krijgt, wil ik dat je hetzelfde gaat doen. Nou, dan zie je dat werk, die keten in verschuiven. En dan kun je eigenlijk twee dingen mee gaan doen. Eén,
Je maakt voor een deel transparant wat je binnenkrijgt. En dat geldt in de generieke zin. Hè. Als we het over hygiëne hebben, gaat het werken voor high assurance markt. Om allerlei redenen gaat dit niet echt veel bijdragen. En het tweede, en dat is het experiment dat we gaan doen. Die S-bom die wordt gesigned door de leveranciers en waarschijnlijk ook door de subleveranciers. Dus kan ik nou bijvoorbeeld die S-bom straks gaan gebruiken om inzicht te krijgen wie zit er in mijn leveringsketen? En als ik dat kan, dan kan ik bijvoorbeeld ook, hè, en dat is een van de uitdagingen die ik nu heb, als ik met drie partijen aan tafel zit, hebben wij dezelfde leverancier. Ja. En dat wil je niet zomaar delen, maar dan heb je bijvoorbeeld weer technologieën voor, zoals multi-party computation, SQL multi-party computation. Dat je die data kan vergelijken. En als je dan een match hebt, zeg, we hebben een match. En dan moeten we het wel even dieper gaan graven. En voor de rest hoef je eigenlijk niks te delen. Nee, nee. Ja, dus we zitten ook echt wel te kijken naar een S-bom. Hè, dat is meer illustratief. Maar eigenlijk naar allerlei concepten waarbij je het werk de keten inlegt. En dan toch dat inzicht krijgt zonder dat je zelf het werk zit te doen. Ja, ja. En daar denk ik dat daar, hè, dat is niet de oplossing. Maar dat is wel een oplossingsrichting om daar gewoon wat meer naar gaan te kijken. Ja, ja, ik heb onlangs best een, ook naar aanleiding van Log4j, best wel wat gelezen over S-bom. Ik vind het nog best wel complex. Om daar daadwerkelijk in een, in mijn geval een grote complexe organisatie, om daar daadwerkelijk de waarde zodanig eruit te halen dat je daar ook een volgende grote aanval er wat aan hebt. Want het is, ja, het wordt heel snel vergeleken met, oh, we gaan ook een software CMDB aanleggen. Nou, en dat vind ik, ja, dat is niet helemaal, maar snap je? Dus dat is wel gauw een associatie die wordt gelegd van, ja, we gaan dus nog meer administratie doen. Mm-hmm. Goed, dat, ja, dat is ook waar wij het voor gaan gebruiken. Dus het waartoe is nogal belangrijk. En misschien hoef je het uiteindelijk niet eens echt in te pluggen in je operationele beheer van een aantal zaken. Dus bijvoorbeeld een software CMDB. Ja. Maar vooral ook, is een soort awareness stuk. We gaan eens naar wat je eigenlijk in huis haalt. En dus ook, en als het, er zit wel een hoop werk aan. En het moet echt ook wel wat toegevoegde waarde hebben. En wij denken ook dat het voor niet iedereen dit relevant is. Hè. Dat is de inspanning nog steeds. Hè. Die vraagt in die keten te groot voor de meerwaarde die het heeft. Ja. Maar in een bepaalde omgeving gaat het zeker wat opleveren. Ja, en nu heb ik ook gehoord van, ja, weet je, Log4j, oh, is open source. We stoppen met open source. Dat is veel te veel risico. Dat gaan we niet meer doen. Dat zou ik zeker doen. Als je wil dat we geen kaas meer eten, dan moet ik vooral dat gaan doen. eigenlijk niet mogelijk. Hè. Ik bedoel, dit is open source, zit overal. En dat is. Ja, maar ik denk ook dat de mythe nog steeds is dat open source slechter zou zijn dan closed source of omgekeerd. Weet je, het is niet alleen de software zelf, maar ook het hele proces eromheen. En dan kun je niet gewoon zwart-wit zeggen het is goed of het is slecht. Nee, helder. Nee, niet op een labeltje. Nee. Nee. En als we dan kijken naar de hardware? Want volgens mij, in het ver verleden weet ik dat we nog wel eens wat apparatuur geleverd hebben gekregen waar iets aan gepatcht was. Ja, nou, dat is ook even het project waar we aan het kijken is de crypto supply chain. Maar goed, volgens mij zo uit mijn hoofd 3 jaar geleden of 4 jaar geleden ook een rapport geschreven, digitale hardware en software en veiligheid. En de vraag die wij stellen is, ben je er wel in staat om software van hardware te onderscheiden? En een voorbeeld te geven, ik kan een foto nu van een versnellingsbak op tafel leggen. En dan zegt iedereen, ja, dat is een hardware ding. Maar die versnellingsbak, die werkt alleen maar op basis van firmware. Ja. Nou, en is dat een fantasieverhaal? Nee. Want toen Volkswagen met zijn firmware in zijn motormanagement zat te knoeien, zat Audi dat in zijn versnellingsbak te doen om die uitstoot te manipuleren. Precies. En wat mijn voorspelling is, hè, maar dat mag je me over 2 jaar, misschien nog eens, of 3 jaar nog eens een keer op vragen. Hoe zit het dan met die IT-supply chain, die fysieke spullenboel? He, want ik krijg straks een IT-apparaat binnen, wat ik niet als zodanig zie. Die zit in mijn infrastructuur. En die aanval op dat ding, dat is al, weet ik veel wat, hoe lang geleden en hoe ver afstand van mij plaatsgevonden. En ik kan dat gedrag van dat apparaat, die gaat reageren op wat er in de context gaat gebeuren. Nou, dat ga ik in mijn monitoren niet eens zien. Dus het enige wat ik dan zie, is het effect dat er iets niet goed gaat. En alle maatregelen die ik nu in place aan brengen voor monitoring detectie, mijn hele supply chain. Ja, dan heb ik gewoon een enorme blinde vlek. Hm. En nogmaals, hè, quote me dan nog eens een keer over 2-3 jaar. Ja, precies. Want dat is nu totaal niet relevant. Maar dat is wel wat ik zie. Dat men fysieke spullen gewoon niet als ICT ziet. Ja, het zit echt overal in. Ja. Ja, je vertelt het laatst al, de versnellingsbak zit gewoon een chip in. Ja, een chip is er gewoon software. En over een van de uitdagingen is, als straks nou de versienummer van je motormanagement niet overeenkomt met je versnellingsbak,
dan staat dat ding gewoon stil. Bijvoorbeeld van de Mercedes, AMG, niet eens de goedkoopste auto. Dus ook configuratiemanagement daar in de fysieke spullenboel, dat gaat een enorm probleem worden. Ja, en dat is in zekere zin ook een supply chain. Ja, nogmaals, ik quote me over 3 jaar, nu veel te vroeg, maar dat gaan we zeker wel tegenkomen. Ja, als je dat dan zo schetst, dan grijpt het bijna naar mijn keel. Dan denk ik van, ja, weet je, hoe hou je daar nou grip op? Hè? Het zit overal en ergens. En ja, dus dan zullen we inderdaad naar creatieve modellen moeten gaan om, ja. En ik denk dan ook verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ja, ik denk dat het voorlopig is, hè, harder gaan werken en tegelijkertijd slimmer gaan werken. En dat slimmer werken gaan we niet ons eentje verzinnen. Nee. Maar en ook vertrouwen? Is dat, want dat vind ik namelijk heel lastig, weet je. Ja. In deze situatie waar je zegt van, ja, maar wacht eens, ik vertrouw dat wel. Ja, wacht eens even. Daar hebben we wel wat leergeld in betaald. Vertrouwen is nog best wel een subjectief verhaal. Ik kan het misschien wat concreter maken. Als ik kijk naar wat is risico, dat is onzekerheid. Ja. Dat zou ik aan onzekerheid kunnen koppelen. En hoe groter de onzekerheid, hoe groter het risico. Dat is een manier om er naar te kijken. En wat doe ik nou in het kader van assurance in oude term heeft een bepaalde connotatie. Maar laat zeggen dat ik zekerheid wil krijgen dat het goed gaat. He, dus ik heb onzekerheid en ik wil naar zekerheid toe. Wat doe ik dan onder andere? Ga ik een auditrapport vragen. Want wat levert me dat namelijk op? Dat ik inzicht krijg en dat inzicht, dat helpt mij blijkbaar om te schuiven van onzekerheid naar zekerheid. Iemand die je redelijkerwijs kunt vertrouwen. Ja. Die heeft echt gekeken hoe het geïmplementeerd is. Ja. Maar dat kan een manier zijn. Hè? Dus als je zegt, nou, ik ga verschuiven van onzekerheid en zekerheid doordat die leverancier me dat vertelt. Kan ook zijn dat wij gewoon samen door een oefening hebben gelopen. Ja. Of dat ik een pentest heb uitgevoerd op die spullenboel en ik zie dat die het gewoon netjes oplost. Weet je? Dus voor iedereen, hoe je van onzekerheid naar zekerheid komt, is heel divers. En dat zie je ook. Volgens mij gaat het niet zozeer over vertrouwen. Het gaat er met name over hoe gaan we nou samen die onzekerheid wegnemen. En welke onzekerheid wil ik überhaupt weggenomen hebben. Ja. Want sommige onzekerheid prima mee leven en sommige niet. Ja, maar goed, dat valt dan binnen je appetite. Weet je? Dan zeg je, oké, dit is iets wat ik ook acceptabel vind. En dat kunnen we als bedrijf accepteren. Ik denk ook niet dat je zegt van ik vertrouw het. Ik bedoel, ik zou zeggen van... ik ben niet degene die het gaat controleren. Mm-hmm. Mijn leverancier moet controleren. Of mijn leverancier moet de goede afspraken erover maken. Ja. En dat kun je wel weer controleren. Ja, helder. Ja. Ja. Ik vond het een hele leuke discussie. En volgens mij is er nog zo ontzettend veel over te doen. En ik denk dat we dit gesprek gewoon nog maar eens een keertje over twee jaar moeten doen. Zeker. Het geeft mij in ieder geval... ongelooflijk veel rust dat ik met goed vertrouwen naar de supermarkt kan gaan en weet dat daar de producten gewoon in de in de vakken staan en liggen. Ja, precies. Maar ik weet nu ook wie ik moet bellen als dat niet zo is. No pressure there. Goed. Ik zie nog een klein vraag. Is CCC een website? Als we zo meteen afsluiten, komt er nog de QR-code op het scherm. Er is nog geen website van het CCRC, maar wel een bedrijfspagina. En als je je contactgegevens achterlaat, krijg je van ons een wat meer aanvullende informatie. Nou, dat brengt mij tot de afsluiting. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor de tijd en de leuke discussie die we hebben gehad. Toch nog een hele hoop open vragen en dingen die we niet hebben kunnen oplossen. Maar goed, dat was ook niet helemaal het doel. Het was vooral om te schetsen. Dit is echt een complex vraagstuk. Dit is echt een complexe wereld. En ook een hele leuke wereld daardoor. We gaan elkaar over 2 jaar nodig ik jullie gewoon weer uit. En dan gaan we kijken hoe de vork in de steel zit. Ja, ik heb genoten. Ja, bedankt, Kelvin. Ja, dank jullie wel. En jullie ook, hè. Ontzettend bedankt voor de leuke vragen en het gesprek aan de gang te houden. En ik hoop jullie ook weer snel te zien. Tot ziens. Oh, dat was een pijnlijk.